Hoi, vandaag heb ik weer een unboxing voor jullie. En dit is een unboxing van een sieradenpakketje. Superleuk, dit is mijn eerste sieradenpakketje wat ik soort van unbox voor jullie. En dit is van beautifulbijou.com. Dus beautiful-bijou.com. Ik zal hieronder alle linkjes even geven. En zij zijn een ontzettend leuke webshop van sieraden en accessoires. En ook donders betaalbaar. Gewoon echt hele leuke spullen. Maar voor hele kleine prijsjes. Dus voor jezelf of voor als cadeautje of voor Sinterklaas zelfs. Kun je prima uitvoeten daar. Dus, en ter ere van mijn 500 volgers winactieweek. Die afgelopen week is geweest op elisiejohanna.nl. Daar kan je nog gaan meedoen. Is de vierde winactie is ook van Beautiful Bijou. Daar kan je 2 keer 15 euro shoptegoed winnen. Dat je lekker op hun site kan besteden. En nou leek het hun en mij leuk dat ik jullie ook een paar producten laat zien die je daar kan kopen. Dus, allemaal gelul van mij. We gaan gewoon over tot waar het daadwerkelijk om gaat. En dat zijn de pakketjes. Ik moet eerlijk bekennen, ik denk dat ik weet wat erin zit. Maar dat is dus niet helemaal zeker. Dus ik ben zelf ontzettend benieuwd. Oh, kijk nou. Dit zijn allemaal pakketjes. Oh, wat leuk. Echt heel... Boeboe, kijk nou, wat leuk. Zo dadelijk komt mijn kat in beeld, dan weet je dat hoor. Oh, echt heel tof. Ik ga even gewoon allemaal openmaken. Oh, dit is echt super... Boeboe. Dit is echt super leuk. Oh, dat vind ik zo heerlijk om te doen, hè. Oh, kijk. Oh, dit is echt zo schattig. Nou, echt even ten eerste, Beautiful Bijou. Dit heb je ontzettend leuk ingepakt. Echt heel tof dat alle producten gewoon op deze manier komen. Kijk nou, wat tof. Dus, oké. We gaan de kleine pakketjes eerst doen. Deze heeft een ontzettend mooi paars strikje. En die doosjes zijn trouwens super leuk om te bewaren om nog een keer een cadeautje in weg te geven. Oh. Oh. Armbandjes. Oké, even kijken hoor. Oh, ook heel veel ook. Kijk. Oh, dit zijn echt van die armbandjes. Kijk, ik ga ze gewoon allemaal even omdoen. Oh, dat is ook echt gewoon goed qua maat. Geniaal. De meeste armbanden zijn mij veel te groot namelijk. Ik heb ontzettend dunne polsen. En dat vind ik dan altijd zo ontzettend storend. Oh, kijk nou. Echt super tof. Een roze met gouden details. En zo'n nepkristallen. Een parelmoer. Met bloemetjes. Een simpele dunne. Een gele dikke kralen. Een beetje rosé goud. Een dunne roze. En een zilveren. Super tof. Echt heel leuk. En dat krijg je dan echt in zo'n bakje. Echt, echt heel leuk. Oké. Okay. Hier zit wat kleins in. Heel tof. Oh, echt heel tof. Hier ben ik heel blij mee. Want ik had op hun site namelijk gezien dat een van hun nieuwe artikelen hele toffe gouden oorbellen waren. En ja, en die vond ik wel echt heel tof. En die wilde ik wel heel erg graag hebben. En die hebben ze erbij gedaan. Dankjewel. Het is, de bovenste is een kettingje. Hoe noem je dat? Een strikje. Hallo. Een strikje. Kijk, en hier heb je een dingetje dan. En dit zijn de oorbellen. Oh, echt super tof. Even kijken hoor, jongens. Ik ga gewoon even kijken of ik even iets om kan doen. Want dan kan je het ook gewoon zien. Want dat is wel net zo leuk natuurlijk. Maar dan moet ik het wel dicht krijgen. Dat is het probleem van filmen terwijl je dingen doet. Waar ik eigenlijk helemaal niet goed in ben. Zoals je nu al wel ziet. Want ik probeer de tijd te vullen met praten. Even kijken. Oh, kijk nou. Oh, dat vind ik echt super tof. En de oorbellen. En de oorbellen die zitten ook echt heel goed vast. Ik kan de oorbellen even laten zien. Want stel nou dat jullie ze ook mooi vinden. En denken of jullie winnen straks, even jullie winnen straks een shoptegoed. En denkt, nou, dan weet ik wel wat ik ervan wil kopen. Of jullie denken, nou, die webshop klinkt goed. Dan ga ik er gewoon eens even wat bestellen. Dan vinden jullie dit misschien wel mooi. En dan weet je meteen wat je er in ieder geval ook... Ik kom even gewoon wat dichterbij. Dit zijn de gouden... Ja, leaf oorbellen. Gold leaf
Earrings heet ze volgens mij op de site. Ja, echt super tof. En het kettingje. Ja, echt heel leuk. Oké, dan gaan we door naar het volgende pakketje. Ik ga wel even de andere oorbel in doen, want anders zie ik er een beetje suf uit. Dan heb ik ergens één oorbel in en de ander niet. En dat is een beetje raar. Even kijken. Ja, dan gaan we door met het volgende pakketje. Oh, dit vind ik echt heel leuk. Nou, dit vind ik echt heel leuk. Hou ik hem nou goed? Dit is echt een prachtige statement necklace. En Beautiful Bijou heeft statement necklaces voor echt de meest betaalbare prijsjes. 7 euro, 10 euro, 15 euro. En heb je zulke vette statement necklaces. Deze, alle producten die ik ook laat zien, worden op dit moment verkocht in de shop van Beautiful Bijou. Dus je kan echt gewoon meteen je ding doen hoor. Oh, er zit ook nog iets tussenin. Oh! Oh, een anker. Kijk. Even kijken. Oké, dat gaat prima aan mijn middelvinger. Een ankertje. Oh, echt heel tof. Ik ga eens heel even kijken of ik voor jullie de statement necklace om kan doen. Want dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Maar ik geloof dat die behoorlijk goed vast zit. Wat ook heel erg goed is, daar niet van. Maar dat betekent wel dat ik een ongelofelijke klunt ben. En dat het niet zo heel erg snel gaat. Oh, wacht. Oh, het zit ook echt met een pinnetje vast. Oh, het zit allemaal met pinnetjes vast. Oh, oké. Dat gaat dus even iets makkelijker. Minder makkelijk. Maar anders kan ik er misschien wel even een foto bijvoegen of zo. Ja, ik vind hem in ieder geval super vet. Echt heel tof. Oké, nou ben ik wel echt heel benieuwd naar het laatste pakketje. Maar die zit vast met plakband. Nee, geen plakband! Oh jongens, ik ben slecht met plakband. Het gaat trouwens wel lekker hè, deze video. Allemachtig. Ik ben er heerlijk bij. Klein kind in een ongelooflijk grote snoepwinkel. Dit vind ik zo leuk. De verpakkingen vind ik super leuk. Kijk nou hoe leuk dat verpakt is. En de inhoud dan. Kijk dan hoe tof. Dit vind ik wel echt super gaaf. Even kijken. Wat is het nou allemaal precies? Dit is een... Oh, er valt de armband uit. Dit is een ketting met een L. Echt een superleuk uil. En dit is dan koper. Dit is dan wit met bloemetjes. En dit is een hele mooie gave gele statement necklace. En deze hebben ze ook in het roze en het blauw. En die wilde ik echt al super lang hebben. Dus ik ben hier heel blij mee. En deze armband. Oh, die staat misschien ook nog wel bij wat ik nu aan heb. Dat is toevallig. Oh, ik krijg hem alleen natuurlijk niet alleen dicht. Oh, echt super tof. En dit is de, ik zal even proberen, als ik kijk of ik de ketting eruit kan halen. En L'tjes zijn ook echt super lang ook in geweest. En dan ben ik misschien niet helemaal hip and happening dat ik dat nu leuk vind. Maar ik vind dat juist nu niet zo leuk dat als iets heel erg in is of zo. En dan zie ik iedereen ermee lopen. En dan heb ik echt de neiging om het juist allemaal niet te doen. Dan ben ik ontzettend koppig in. Oh, kijk. Echt een hele leuke ketting. En die valt dan ook gewoon wat, laat maar zeggen, tussen je boezem wat verder. En deze statement ketting. Kijk nou hoe gaaf. Als je nou gewoon echt een kobaltblauw jurkje aan hebt, boeboe blijf. Als je nou een kobaltblauw jurkje aan hebt, weet je hoe gaaf het dan is om dan zo'n neon gele ketting erbij aan te doen. Echt super leuk. Ongelooflijk gave spulletjes. Ik ben er ontzettend blij mee. Beautiful Bijou. Voor jullie in ieder geval bedankt. Lieve kijkers, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden dat ik jullie dit heb laten zien. En dat jullie ook een beetje een idee hebben. Nou, Beautiful Bijou die heeft dus dit soort spullen. Ik ga er ook van uit dat zo'n ketting is gewoon niet 39,95 of zo. Maar is iets van 9,95. Een tientje. Laten we heel even wel wezen. En de oorbellen die ik nu in heb. Die ik gewoon in elke andere winkel voor 19,95 had gekocht. Die zijn daar iets van 3,95, 4,95. Echt spot goedkoop. En ook gewoon wel dus daarna niet dat je denkt van, oh wat is dat voor cheap ass shit. Nee, echt niet hoor. Het ziet er echt allemaal super goed uit. Dus het is echt een webshop die ik jullie van harte aanraad. Ze zijn super snel met bezorgen. Dat is heel erg fijn. En volgens mij zijn de verzendkosten, nou, het ligt eraan of het brievenbus of pakket is. En heel snel is het al brievenbus. Dus dan ben je ook nog geen shit kwijt aan kosten.
Alleen wat je zelf uitzoekt. Dus ik zou zeggen, neem een kijkje. Neem ook een kijkje op elisjuanne.nl. Waar je dus 2 keer 15 euro kan winnen. Shop de goed bij Beautiful Bijou. Altijd leuk. De winactie loopt nog tot volgende week zelfs. Dus je hebt nog alle tijd om mee te doen. En ik zou gewoon even een kijkje nemen op Beautiful Bijou zelf. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doeg!